Angst is Gods lasterlijk. In zekere zin. Ik kan me ook kapot schrikken. Maar ik bedoel de angst die veel mensen hebben. Zo was er een keer, en dat was tijdens mijn huwelijk, en mijn zwager was met zijn nieuwe vrouw, schat van een mens. En mijn zwager die was met zijn nieuwe vrouw bij ons heel even op bezoek en ze wilden nog heel even thee drinken, maar ze hadden haast. Dus of er dan snel thee gemaakt kon worden. En ik zei, dat is goed. En ik stap de keuken in. Ik draai de hete kraan open. Ik laat hem even doorlopen. En dan komt daar water uit met een temperatuur van 70 graden Celsius. Nou, dan vul je daar de fluitketel mee. En dan kookt dat in een jiffy. Dat is Engels. En je snapt wel wat ik daarmee bedoel. En mijn zwager en mijn vrouw, Wenanda, die begonnen te krijsen, jongen. Nee, dan gaan we allemaal dood. Ze gaan we dood en de loodvergiftiging. En de kopervergiftiging. En de zware metalen. En ze dwongen mij om die fluitketel leeg te gieten in de gootsteen. Daar ging al het hete water. En de fluitketel te vullen met koud water. Kijk, dat is godslasterlijk. Die angst, die bedoel ik. En dan ben je wat mij betreft afval. Hebben we niks meer aan je. En je leeft in een wereld waarbij je van het minste of geringste... Dat kan niet! En daar worden mensen zoals ik doodmoe van. Ik vond het zo vernederend. Dat ze mij in het bijzijn van kinderen dwongen om die fluitketel te ledigen. Walgelijk. En die angst, die is godslasterlijk. Blasfemisch. Op zijn oud-Nederlands. Blasphemic. Op zijn Engels. En zo zijn er heel veel van die momenten met die angstige, ongelovige, blasfemische mensen. Godslasterlijke lui. Ik had laatst een aanvaring met mijn collega Erik. En die is bang voor corona. Dat vind ik ook weer zoiets. Hoezo ben je bang voor corona? Want? Ja, nee, Van Dissel en Hugo de Jonge en Mark Rutte. Nou, iedereen schreeuwt moord en brand. En dat vind ik heel terecht, want het is supergevaarlijk. Op het moment dat een virus, dat zelfs Mark Rutte en Hugo de Jonge en die Ab van Dissel, dat die allemaal, dat zijn toch hele betrouwbare volwassen mensen. En die zeggen dat er iets heel ernstigs aan de hand is. En waar kan ik me laten inspuiten? Anyway, ik stond buiten met mijn collega Erik en die is ingespoten. 2 keer. En ik moest hoesten. En ik wend mijn hoofd. We stonden buiten. Ik wend mijn hoofd naar rechts en ik hoest in de lucht. Ja, Erik rookt ook en ik rook ook en wij roken. Ja, niet-rokers die hoesten ook wel. En rokers, naar mijn idee, die hoesten vaker.
misschien wel zo gezond met al die luchtverontreiniging in de atmosfeer dat je wat extra gaat hoesten. Om die rotzooi naar buiten te hoesten. Maar daar komen we later nog wel achter. Nou, ik hoest in de open lucht naar rechts. En Erik, die begint me daar een beetje mij de les te lezen over. Nee, als je hoest en als je kucht en zo, dan moet je in je elleboog doen. En je maakt mij ziek. Waarop ik tegen hem zei, oké, dan hebben we vanaf nu de 5 meter regel. Geen 1,5 meter meer, 5 meter. Step back. Ja, je wordt er knettergek van. Ja, die mensen zijn bang. Voor wat? Ja, ik stond buiten en toen heeft Piggie, die moest even hoesten. En dat deed hij niet in zijn elleboog. Dat deed hij in de vrije lucht. Hij is een moordenaar. Ik vind dat een hele vervelende beschuldiging. Maar dat heb ik ook niet getolereerd. En tegen hem ook gezegd van, kijk, jij bent er bang voor. 5 meter afstand tot mij houden, AUB. Nou, dat werd leuk in het kantoortje. Ja, dat ik aan de ene kant van het tafelblok zat en ik zei, dan ga jij maar daar zitten en denk om je 5 meter afstand. Nou, dat gaf wel een beetje bekoeling in de relatie. Maar daarna trok hij dan weer bij. Lijkt me nogal wieloos. Want het slaat helemaal nergens op. Het valt me trouwens ook op dat Erik veel klaagt over vermoeidheid. En griepachtige klachten. Slecht slapen. Ja, dat hij het daarover heeft. Niet dat ik vind dat hij slecht slaapt, maar dat hij dat zegt. Of raar slaap, dat hij van zijn werk komt. Dat hij zegt, ja, het was pas 5:30 middags en dan ben ik in slaap gevallen. Ik kon mijn ogen niet meer openhalen. Hij is 6 jaar jonger dan ik. Ik heb er helemaal geen last van. Ik bedoel, ik hou van een siëstaantje. Dat vind ik helemaal niet erg. Gewoon eventjes de luikjes dicht. En dan zijn we weer helemaal opgeknapt. Ik heb helemaal geen last van vermoeidheid. Ik heb ook helemaal geen last van griepachtige klachten. Ik heb 1 keer op een zondag had ik een verhoging. Of ja, dan heb je koorts, heet dat. Ik had verhoging, dat voelde ik. Dat had ik vrijdag al. Een beetje rillerig. Ja. Dat maakt verder niet zoveel uit. Dan moet je wat warmer aankleden. Ik denk, ja, het zakt wel weg. Maar zondag had ik nog steeds de rillingen. Dat is een thermometer in de bips gedaan. De meest betrouwbare methode. En ja hoor, 38.0. Nou, dan moet je een dag thuis blijven. Dat is een gezonde regel. De regel is dat als je koorts hebt, 38.0 of hoger, dan moet je een dag thuis blijven. En als je die dag dat je thuis bent gebleven, dat je nog steeds koorts hebt, ja, dan moet je nog een dag thuis blijven. Je moet net zo lang thuis blijven totdat je een hele dag geen koorts hebt. 37.8 of zo. 37.6. Maar dan kunnen we lekker naar buiten. Nee. De hele week. Cavansie. Quarantaine. Want men... Oh nee, met de corona. Ja, natuurlijk, ja. Ja, je bent besmettelijk. Moet ik de hele week thuis zitten? Ja, en dan vind ik het verder niet zo erg. Ik ben ja, uitermate tevreden in mijn eentje. Gewoon een beetje internet, ja, kattenfilmpjes kijken.
schaakfilmpjes kijken. Men guarding their own wallets. Mannen die op hun eigen portemonnee letten. MGTOW heet dat. MGTOW. Men guarding their own wallets. Of men going their own way. En terecht. Ja, wat je niet nodig hebt in je leven, dat is een vrouw die de godganse tijd overal bang voor is. Met, oh Henk, oh nee, 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 maar dat kan niet. Al die angstige mensen in je leven. Al die blasfemische, godslasterlijke mensen. Die overal een probleem zien. Het is verschrikkelijk moeilijk om mee om te gaan. Om niet te zeggen, daar kan je niet mee omgaan. En waar komt die angst vandaan? En waarom heb ik geen angst? Ik kan wel ergens van schrikken. Je kan me wel de stuip op het lijf jagen. Ja, ik ben niet ongevoelig of zo. Maar ik heb die angst niet. Die duurzame angst, als het ware. Ik kan wel even angstig zijn. Ach, je liet me schrikken, man. Ja, dat kan wel. Hè. Maar die angst die mensen hebben van, ja, de ijsberen gaan dood en de zeehondjes die creperen allemaal en het is onze schuld. Kijk, die angst, die bedoel ik. Ja, dat is heel vervelend. En het is zo niet noodzakelijk. Want de zeehondjes en de ijsberen, ja, daar gaat het prima mee. Behalve dan dat de zeeberen, die eten de ijshondjes op. Ja, wat wil je dan gaan doen? De Vereniging ter Bescherming van de IJshondjes. En dan gaan we al die zeeberen, die gaan bij politiek correcte dierenonderwijs geven, dat ze vegetariër moeten worden. Hoezo kan een zeebeer nou vegetariër worden? Nou, want het is zielig voor die ijshondjes. Ja, ik heb het omgedraaid. Het is natuurlijk een ijsbeer en een zeehond. Maar wij weten toch niks van die dieren, dus we kunnen ze net zo goed ijshondjes en zeeberen noemen. Dat maakt er niet uit. En wij maar bloeden voor al die idioten. En mensen die problemen omarmen. Ja, ze zijn nu bezig om de boeren te onteigenen. En dat komt omdat ze de voedselproductie en distributie willen centraliseren. En die onafhankelijke boeren, die passen niet in dat plaatje. Wat we nodig hebben, dat vinden zij, dat zijn die kolgossen. Die coöperatieve landbouworganisaties. We gaan het even efficiënt aanpakken. Nou, er was dus zo'n boerenfamilie. En die hadden hun koeien en alles, de veestapel, verkocht. En een boerenbedrijf omgezet in een camping. En dan mijn vrouw, Wijnanda, op Facebook. Die schreef als reactie onder dat bericht. Dat vind ik moedig. Groot. Moedig. Respect. Niet te noemen. Dat vind ik moedig. Groot moedig.
respect. Want Wijnanda is bang voor stikstof. Zij heeft stikstoffobie. Heel veel mensen hebben stikstoffobie. Dat komt in principe in twee vormen. Je hebt de ammoniakfobie. Die zegt, ja nee, maar dan wordt de grond, dat wordt heel erg basis. En dan gaan je allemaal, daar heb ik moeite mee. Ja. Dat is ammoniak. Dan wordt het basis van. En de andere stikstofvariant, los van N2, want de hele atmosfeer bestaat voor 80% uit stikstof. Maar dat is N2. Dat is atomaire stikstof. In principe is dat in echt. Niet helemaal, maar voor het merendeel. Dus daar heb je geen last van. Maar stikstof, ammoniak, dat is een stikstof met waterstof. Dat wordt basis. En dan heb je ook nog stikstof met zuurstof. En dat is een, niet per definitie een zuur, maar dat wordt zuur. Daar krijg je salpeterzuur van. Ja, dat geeft verzuring. Dus de verzuring van de grond, die komt door de NOx. Stikstofmonoxide, stikstofdioxide. Dat geeft verzuring van de grond. Hoeveel precies, dit is moeilijk in te schatten. Maar in principe is NO2 of NO... Ja, als dat in aanraking komt met water, dan krijg je salpeterzuur. Salpeterrugzuur in het geval van stikstofmonoxide. En salpeterzuur in het geval van stikstofdioxide. En dat leidt dan tot nitraten. En dat is weer een voedingsstof voor planten. Ammoniak ook. Ja, jij lust het niet, ammoniak, maar planten wel. Ja, niet dat je er direct op moet gieten, man. Kijk, als je 60 liter water per dag gaat drinken, dan is water ook in één keer niet meer zo gezond. Dan ga je mooi dood aan. Dus je moet planten ook niet te veel kunstmest geven. Of mest geven, in algemene zin. Maar die mensen zoals Wijnanda, ja, die hebben een stikstoffobie. Dat is die angst. En dan gaan ze juichen als boeren ophouden met voedsel te produceren. En ik weet zeker dat Wijnanda niet gelooft dat die boeren onteigend worden om twee dingen te regelen. Als eerste dat je heel veel mensen van buiten, dat je er flatgebouwen uit de grond kan gaan stampen. Dan prop je die helemaal vol met mensen die de Nederlandse taal niet kennen, niet beheersen. En dat de andere reden is dat ze de voedselvoorziening van Europa, om te beginnen, willen centraliseren. En niet meer een boertje hier en een boertje daar. Dat weet ze helemaal niet, joh. Nee, zij is zo bang voor stikstof. Alle boeren moeten campings worden en flatgebouwen met buitenlandse mensen. Maar dat gelooft ze zelf ook niet. Nee, zij is alleen maar bezig met die angst. En vanuit die angst gaan ze dan met dingen zeggen. Moedig. Grootmoedig. Respect. Mogelijk. En mijn gedachte hierbij, hè? Kijk. Ik ben een christen. En voor mij is het zo dat je leeft uit dankbaarheid en verwondering. Voor mij zijn die dingen normaal. Ik zoek elke dag die dankbaarheid en die verwondering op. Een angst, dat zegt mij helemaal niks.
Immanuel Kant, die heeft gezegd, en dat, dat werd hem kwalijk genomen, hij heeft gezegd, dat als ik kijk, Immanuel Kant leefde in de 18e eeuw, aan het einde van de 18e eeuw, 1806 of zo is hij dood gegaan, zoiets. Hij zei, als ik kijk naar de sterrenhemel, dan voel ik de morele wet in mij. Ja, iedereen lachen. Want dat is een uitspraak van Lichtenfels. Ja. Zo van, je voelt je lekkerder in een Peugeot. Want je moet gewoon kijken naar de sterrenhemel en dan voel je wat. Oh, is dat zo? Ja, hij voelde wat op dat moment. Ja, dat is niet echt een keiharde waarheid. Wat hij wel mee kwam, is dat hij ervoer dat er in hem een morele wet zit. En een morele wet is dan zoveel dat je regels hebt. En als je die regels overtreedt, dan ben je slecht bezig. En kan je niet verwachten dat er voor jou gezorgd zal worden. Want je hebt de boel besodemieterd. Volgens de morele wet. En de meeste mensen die zijn zich niet bewust van die morele wet. En ze doen maar wat. Van binnen weten ze dat ze de morele wet, die bij Immanuel Kant aan de binnenkant zat, dat was zijn getuigenis. En dat ze die morele wet die bij hun aan de binnenkant zit, dat zij die overtreden hebben. En Wijnanda heeft 2 mensen laten vermoorden. Legaal. Niet voor gearresteerd. Ze heeft 2 mensen laten vermoorden. Stomweg omdat ze er zin in had. Als je het dan hebt over de rechten van een vrouw. Ja, wat willen vrouwen als eerste? Nou, vrouwen willen het recht om iedere mens die nog in hun buik zit, om die te kunnen laten vermoorden. Met een kopje thee erbij. Of koffie. En gratis, AUB. En dat blijft moord. Dat is wat het is. En wat krijg je dan? Ja, dan krijg je fobieën voor terug. Er is een boek geschreven en dat is van dezelfde auteur, schrijver, als degene die Watership Down heeft geschreven. Watership Hill. Nee, Watership Down toch? Bright eyes shining like summer. Dat zong Garfunkel. Nee, Garfunkel. Weet hij ook alweer van zijn voornaam? Van Simon en Garfunkel. Paul Simon en Garfunkel. Ah, goed, die auteur van, met die konijntjes. Iedereen zal huilen. Maar diezelfde acteur die heeft ook een ook een boekje geschreven. En het heet A Girl of The Girl in a Swing.
Het meisje op een schommel. En die vrouw in... In het kort is het zo, er is een man. En die heeft een vrouw ontmoet. En dat is een hele bijzondere vrouw. Zo. En dan hebben ze een kussentje in de vorm van een schildpad. Als ik me goed herinner. En als zij dat kussentje zag, ging ze helemaal gek doen. En ik zal de clue niet verklappen. Die vrouw die was ingegaan tegen haar eigen morele wet. Spinvis, die Nederlandse zanger en componist en dichter. Ja, ja, zanger. Laat dat maar weg. Nee, dat zegt hij zelf ook. Hij zegt zelf dat hij niet kan zingen. Dus, dat zou ik van mezelf nooit zeggen. Ik zou altijd zeggen, ik kan geen gitaar spelen. Ik kan er alleen maar keihard brachen. Ja, ook niet helemaal. Maar Spinvis heeft zo'n fraaie zin. En die luidde, of die luidt, van de week reed ik een fietser dood. Maar gelukkig heeft niemand mij gezien. Dat is een pertinente leugen. Want die persoon was er zelf bij. Dus er was iemand die het heeft gezien. Namelijk de doodrijder in kwestie. Maar mensen beschouwen het dan. Ja, er waren geen andere mensen die mij hebben gezien toen ik die fietser doodreed. En dan is het niet erg. Hoe kom je erbij? Los van het feit dat niemand een uitstekende descriptie is. Een beschrijvende term voor de wil die ons allemaal heeft gewild. Inclusief de slijmballen en de slakken. En naakslakken, harige spinnen. The all-seeing eye of God. Er is niemand. Want niemand is God, dacht ik. Nou, de paus. Nee, de paus. Ik ben God. Nee, hallo, ik ben Jorge Mario Bergoglio. Dus tegenwoordig heet hij zo. Franciscus de Eerste. Francis One. En die mensen die verklaren zichzelf tot God. Er is dus iemand, die katholieken zeggen, nee, het is niet zo dat niemand God is, want Jorge Mario Bergoglio is tegenwoordig God. Ja, maar dat is katholicisme. Niet mijn favoriete politieke systeem. Maakt niet uit, hoor. Je hoeft je niks aan te trekken van mijn overtuigingen. Ik hou niet van moordpartijen. En de katholieke kerk denkt daar een stuk makkelijker over. Wijnanda is ook katholieke. Zij is van de katholicisme, is van de afdeling atheïsme. Dat is ook onderdeel van het katholicisme. Katholicisme is all inclusive. Dat is namelijk het globale geloof. Het globalisme. Katholicisme betekent globaal.
Ja, globalisme, katholicisme. Ik kan zeggen, ja, het zijn andere letters. Maar het betekent precies hetzelfde. Qua inhoud. Ja, met mij valt niet te spotten. Been there, done that. Kat t-shirt. Meerdere. Kijk, een ezel stoot zich in het algemeen geen twee keer aan dezelfde steen. En jij snapt in de reuze goed dat ik geen ezel ben. Dus ik doe het dan wel. Oh, wat ben ik tevreden over mijn lichaam. Met al die stomme keuzes die dat maakt. Nee, abortus is moord. En als je het laat plegen, dan, ja, je krijgt er fobieën voor terug. Je kan als alleenstaande moeder bijvoorbeeld, die gaan ook de fout in, jongen, die gaan over de schreef. Oh. En dan gaan ze hun kinderen tiraneren. Want doe toch een kind normaal? Je kan toch zien dat mama druk is? Dan gaat ook maar tekeer tegen dat kleine gut. Die vrouwen die krijgen fobieën. Kan ook zijn smetvrees, arachnofobie, spinnenangst. Veel vrouwen die hebben angst voor spinnen. Ik vind het ook niet de meest plezante dieren. Maar het helpt wel tegen de vliegjes. En sterker nog, je hebt van die jumping spiders. En die kunnen zelfs high five geven. Letterlijk. Van die kleine, harige spinnetjes. Dus die maken geen web. Nee, die zitten met een 8 ogen. Of hoeveel ogen hebben ze wel niet. Dan zitten ze in goed in de rondte te kijken. En dan is er zo'n vlieg. En dan... Hartstikke weg ermee. Hele lieve beestjes. Die kan je... domesticeren. Ik had een keer via Facebook of Marktplaats, want ik wilde er zo eentje hebben. Ik lijkt me leuk. Ik heb zo'n, kijk toen, ik ben nou weer aan het opnieuw opbouwen, maar zoiets, een soort tropische. Met ledlampen, lekker veel warmte, lekker veel vocht. Dan krijg je nog van die vliegbeestjes. Ik denk, nou, zo'n jumping spider kan er wel even. En die vrouw zei, oh, wat leuk, ja, nou, je kan er eentje kopen. En dat kost dan niet eens gratis. Maar toen vertelde ik dat beest niet in een kooi zou komen, maar dat hij, ik maak een habitat. En ik ga er dan vanuit dat hij dat lekker vindt. En zo niet, ja, dan ben ik mislukt in mijn habitat. Maar dat ik wel eventjes een tropische habitat maak voor dat beestje. En dat hij lekker zo zijn eigen territorium heeft. En dan maar hopen dat er genoeg vliegen en andere onzinnige insecten naar binnen komen. En eet ze maar op. En toen die vrouw hoorde van, geen kooi. Nee, maar dan kreeg je hem niet. Want dat is zielig voor die spin. Maar kom je er maar. Want dan kan hij weglopen. Nou, dat doet hij alleen maar als de habitat niet klopt. En waarom zou die weglopen? Met die lekkere warme lampjes.
aan die luchtvochtigheid. Maar zo iemand is dan, ja, die krijgt zo'n angstaanval. Nou, dan kreeg ik geen spin. Ja, oké. Okay. En dan niet. Ik doe het toch. Ik wil toch. Ik heb daarna, ik had het er met een vrouw over, Jannie. En die zei tegen mij, ja, maar je kan ook vleesetende planten nemen tegen de muggen en de vliegjes. En inderdaad, dat werkt. En die zijn dan niet zielig. En eten wel de insectjes op. Nou, kijk, dan kom je er ook uit. Maar toch, zo'n spinnetje, wel leuk. Zo'n jumping spider. Ah, ik heb een composthoop, dus ja. Het is ook wel erg gemeen, maar dat wat ik nou bedenk, want je zou dus, heb ik zo een, dat er een soort buis is waar hij doorheen kan lopen, die spin, hè, en dan kan hij naar de composthoop lopen. Dat hij daarin, dat is een compostton, dat hij erin kan. Even kijken wat er te eten is. En dan krijgt ze een hele grote, dikke jumping spider. En dan een vrouwtje erbij. Perry de spinnen snackbar. De snackbar voor spinnen. Ja, ik hou ook wel van een frikandelletje. Of een kroketje. En die spinnen dan lekker zich vergrijpen aan al die leuke mugjes en andere vliegbeestjes in mijn compostton. Van Duitse makelij. Dus. Goed plastic, man. Het enige ding is, het is er een beetje donker. Maar. Nee, ik had natuurlijk ook ledlampen hangen in de compostton. De spin een beetje bijlichten. Jeetje, wat een sexy idee is dat, zeg. Maar Wenanda, bijvoorbeeld, Wenanda heeft arachnofobie, jongen. Ah. Ja, vind je het gek? Ze heeft twee mensen laten vermoorden. En dan het idee dat zo'n spin zo genadeloos een mug pakt, of whatever. Net zoals dat zij genadeloos dat mens in, die mens in haar buik heeft laten pakken. Ja, dat roept een herinnering op. Aan die moordpartijen. Twee, hè? Twee moordpartijen. Ja, maar het is het recht van de vrouw. Ja, het is het recht van de vrouw om arachnofobie op te lopen. Vrouwenrechten, daar gaat het om. Lijkt mij. In deze. Ik snap ook helemaal niet waar ik. Mensenrechten begrijp ik ook niet. Moleculenrechten, krijgen we dat vervolgens? Ja. Nee, dat is een zoutmolecuul. Nee, dat mag niet in het water, want dan valt het uit elkaar. En dan krijg je. Nee, dat mag niet. Nee, dat is zouten. Dan moet je opstapelen. En dan moet je zuinig op zijn. En dan moet je zout, zout laten zijn. Ja. Nee, mensenrechten op dezelfde manier. Dat slaat helemaal nergens op. Wat voor mensenrechten? Recht op wat? Ja, dat we mensen mogen vermoorden. Op verzoek van de vrouw, als de mens nog in haar buik zit. Het is niet dat wij de verkeerde kant op gaan. Dat is helemaal niet zo. Wij zijn aan het beseffen dat we de verkeerde kant op gaan.
En de vraag is of dat besef diep genoeg is. Maar dat maakt niet uit, als wij het niet beseffen dat we de verkeerde kant op gaan. Wat zou het uitmaken? Mensen genoeg hoor. Of je nou wil of niet, maar er wordt elke dag geneukt. En ja, een behoorlijk percentage wordt gechopt. Dus in Nederland is het gemiddeld 30.000 per jaar. En die worden vermoord. Met een mes, met een scalpel. Die worden in stukken gesneden. En weggezogen met een soort stofzuiger. In 2020 hadden wij een oversterfte van 6.000 bejaarden. Dat was vlak na die maatregelen. Dus Mark Rutte die kondigde in week 12 af dat de oudjes niet langer bezocht zouden mogen worden. En ze waren al zo eenzaam. Nou, toen hebben 6.000 oudjes de pijp aan Maarten gegeven. Van ja, ik heb mijn hele leven gewerkt. Hè? Ik heb alles gedaan voor mijn kinderen. En nou, als ik mazzel heb, krijg ik eens in de maand krijg ik een bezoek. En dat mag nou niet meer. Ja, er zijn er 6.000 overleden. Het is natuurlijk hartstikke erg. Die mensen hadden nog 3-4 jaar te gaan. 6 jaar misschien. Maar een paar jaar hadden ze nog te gaan. En ja, die zijn toen doodgegaan. 6.000. Maar in datzelfde jaar 30.000. Dat is 5 keer zoveel. En die mensen die toen het leven hebben gelaten. Die zijn punt 1 gewelddadig om het leven gebracht. Nou, dat is die oudjes niet aangedaan. Die zijn in eenzaamheid weggerot. Dat is ook niet leuk, maar... Hè? Ik denk dat als je die oudjes had gevraagd van... Oké, wat zullen we doen? Zullen we je in eenzaamheid laten wegrotten in je lullige kamertje met die kartonnen muren? Of wil je in stukken gesneden worden, net als de eerste geaborteerde die op de lijst staat voor de aborters? Nou, die vrouwtjes gezegd, al die mannetjes gezegd van... Ja, nee, maar je hoeft niet in stukken te snijden. Nee, maar dat is met die kleine mensen wel gebeurd. 30.000... En hoeveel jaren hadden die mensen te goed? Nou, meer dan 80. En wij denken... Ja, maar Piri, het is nu een keer afgesproken... en laten we daarmee doorgaan. Want het is afgesproken dat we mogen moorden. Want het gaat om de lekkere seks. Blasfemisch is dat. En dan kan jij op je kop gaan staan. Je kan zeggen, ja, ik ben van de VVD. De Volkspartij voor Vaccinatie onder Dwang. Wat moet je zeggen? Vreemdelingen. Vaccinaties. En dwang. Want Nederlanders, dat is niet goed genoeg voor dit gebied. Er moeten mensen bij uit Nigeria. En Syrië. Dat is wel grappig. Ik was vandaag bij de SIGO. Ik ben beurtconciërge hier in Klagendal. Lekker gewerkt vandaag, man. Ja, lekker bezig geweest. Het was een scooterwrak. Was uitgebrand. Allemaal zoepzooi naast de ondergrondse containers voor het vuilnis. Die ken je wel, hè? Die ding met zo'n klep. Doe je die klep omhoog, heb je zo'n 60 liter inhoud ding. Pleur je vuilniszak in, doe je die klep omlaag, hoor je pof. En even later komen die grote sterke mannen langs van de Prezero. En is alles opgeruimd. Leuk, hè, mannen? Oh, vrouwen werken ook bij de Prezero. Ja, er is
Dus dat is één vrouw, die zit dan ook op de auto, zoals het heet. En die heeft een lantaarnpaal gemold en een historisch pand gesloopt. Ja, het was een ongelukje, ja. Maar ze rijdt nog steeds. Ze ziet eruit als een kerel, moet ik zeggen. Je moet er twee keer kijken om te zien van... Hé, hey, wacht eventjes. Jij bent een vrouw. Die kop is net een kop van een kerel. Stevig ook, jongen. Grote handen. Maar niet zo behendig met die auto als... mannelijke collega's. En ze is de enige. En voor de rest zijn het alleen maar mannen. Van de Prezero, dat is de afvalverwijderaar. Aardige mensen. En behendig, jongen. Nou, zij dan niet zo, maar... Maar die andere mannen wel. Andere mensen, moet je ook zeggen. Andere mensen wel. Maar dat zijn allemaal mannen. Angst is niet goed. Het past je niet. En als je angst hebt... Je hebt iets gedaan... En dat druisde in... Tegen je eigen morele systeem. Ja, je hebt van die morele systemen... Die worden algemeen afgesproken... Zoals Mohammedanisme... Of het christendom. Als je op zondag niet in de kerk komt, dan ja, waarom was je er niet? Wat was er aan de hand? Die klopt niet. Je moet zondag naar de kerk. Dan moet je helemaal niet. Dat staat niet in de Bijbel, joh. Begrijp dat nou een keer. Maar je hebt verschillende morele systemen. Daar moet je je aan houden. Maar los daarvan heb jij van binnen een moreel systeem. En Immanuel Kant die kon niet uitleggen waarom dat morele systeem wat hij in zichzelf ervoer, toen hij keek naar de sterren, hemel, en die nebula's, en die pracht en praal, bij nacht, dat hij het morele systeem in zichzelf zag. Dus Immanuel Kant zag een moreel systeem in zichzelf. En het punt is, heeft iedereen dat? Het antwoord is ja. En je kan het negeren. En dan word je ziek. Word je fobisch. Dan krijg je glutenallergie. Lactoseintolerantie. Ja, chronische ontstekingen. Wat kan je nog meer? En mijn moeder... Die was er ook zo in. En ik was in 2012, 10 jaar geleden. Toen heeft ze mij in huis gelaten. Mijn huis, mijn flat, die werd toen gerenoveerd. En ik kreeg geen vervangende woonruimte aangeboden. En mijn moeder, die nam mij in huis. Dat was lief van haar. Ik sta stil bij de goede dingen die zij deed. Ja, toen had zij als astma... Ja, mijn moeder is echt zo'n vrouw, hè. Ja, nou, Perry, die komt in mijn woning. Ze heeft een nieuwe man. Ja, ontbijt, dat doen we allemaal voor onszelf.
En dan lunchen samen en avondeten samen. Verplicht. En toen zag ik haar drugsgebruik. Wauw. Een medicijngebruik. Drugs. Pharmakia. Pharmakia. Toverpillen. Ja, ik neem zo'n pilletje en dan voel ik me echt een stuk beter. Maar ze gaat goed. Ze is 80. Nee, 81. Dus. En angstig. Bang voor mij, bijvoorbeeld. En mijn moeder heeft perifobie. Waar mijn moeder zo ongelooflijk over de zijkant van kan raken, heeft ze zelf gezegd. Hoor. Maar ja, Perry, als jij een mening hebt, dan ben je daar niet van af te brengen. Dat is helemaal niet waar. Ik ben overal van af te brengen. En kom dan met argumenten. En dat kan ze dan niet. En mijn moeder is typisch zo'n vrouw. Hè? Er zijn er meer van hoor. Die dan vinden dat je ja, bij het discussiëren. Hè, dan moet iedereen evenveel gelijk krijgen. Want anders is het niet eerlijk. Dus de mensen die 3 seconden hebben nagedacht over een vraag, die krijgen net zoveel gelijk als de mensen die 30 jaar hebben nagedacht over een vraag. Ja, 3 seconden of 30 jaar, wat maakt het uit? Ik heb toch ook nagedacht. En dan wil ik ook een keer gelijk krijgen. En dan gaat mijn moeder met mij een discussie aan. En ze denkt mij van tafel te kunnen vegen. Nee, mijn moeder is net zo iemand die dan deelneemt aan een schaaktoernooi. En zegt, ja verdorie, maar die Garry Kasparov, die wint de hele tijd. En dan kan het een keertje afgelopen zijn. Of vind ik Garry Kasparov persoonlijk een oetlul. Een oelewapper. Oftewel een wappie. Dus wij, ik ben niet ingespoten met dat experimentele spulletje. En dat komt omdat ik die lui niet vertrouw. En daar heb ik voldoende materiaal voor. Om daarvan uit te mogen, kunnen, moeten gaan. Mogen, kunnen, moeten. Dat is één en hetzelfde ding, wist je dat? Dus ik laat mij niet eens spuiten met die rotzooi. Want dat is het. Het is een idee, want we gaan iedereen inspuiten met mRNA. En dan gaan je eigen lichaamcellen, die gaan toxines, dus giftige eiwitten in dit geval, cytotoxines. Die gaan cytotoxines produceren. Dus je eigen lichaam gaat cytotoxines produceren. Dat is ter bescherming. Nou, mijn lichaam hoeft geen cytotoxines te produceren. Mijn lichaam droomt van goede seks. En blijft in leven. Ja, dat is mijn ding. Maar andere mensen die zeggen, nee, ik hou niet van goede seks. Ik wil gewoon zo'n holle naald met dat experimentele spulletje. En ik weet niet eens hoe dat werkt, maar iedereen doet het. En dan hoor ik erbij. Ja, en Erik die gaapt de godganse tijd. Hè. 2 keer ingespannen. En klagen, jongen, over
de neus, van die griepachtige klachten. Oosterwitser. Dat vind ik zo'n schande. Het LAREP. Landelijke registratie bijwerkingen van medicijnen. Daar zit die Agnes Kant. Die heet ook Kant, by the way. Agnes Kant, die zit erbij. En daarbij wordt gesteld dat als mensen klachten hebben over de bijwerkingen, dan kunnen ze een centraal telefoonnummer bellen. Of ze op internet kan je, op een website kan je invullen wat je mankeert. En dan gaat het LAREP eerst beoordelen of er wel sprake is van een mogelijke bijwerking. En zo niet, dan word je terzijde geschoven. Hoe je het moet doen, is als volgt. Mensen nemen, alcohol is ook niet zo gezond. En tabak. En je hebt ook die erg gevaarlijke dingen, zoals medicatie. Of je dat nou oraal neemt, of anaal, of dat je direct, of via de longen, kan ook nog. Dus oraal, dat is door de mond. Anaal is door de kont. En dan heb je nog dat je het inademt, kan ook nog. En de meest gevaarlijke is dat je je laat inspuiten. Nou, wat je moet weten, per persoon, en alle personen hier in Nederland, die zijn verplicht genummerd. Ik ben 059-668-301. Nou, dat mooi zo. Dan heb je het elektronisch patiëntendossier, zo zeggen ze. En daarin weet je precies welk burgerservice nummer welke medicatie krijgt. Of tot zich heeft genomen. En dat kan dus zijn iets oraals, iets anaals. Oh, je kan ook nog insmeren. Dat kan ook nog. Via de huid. Ja, van binnen. En via de ademhalingssystemen. Kan het ook nog. En je kan je laten injecteren. Ja. Die gegevens, die staan vast. Ja, die worden vastgelegd in dat elektronisch patiëntendossier. Dus wat je hebt helemaal geen LAREP nodig. Nee, wat je nodig hebt is een club mensen. En die vragen netjes al die burgerservice nummers op. En welke burgerservice nummer is, bijvoorbeeld ingespoten of heeft een bepaalde pil gekregen. En wat we vooral willen weten, dat zijn de badge nummers van dat spul. Of het nou een pil is, of een vloeistofje, of een gasje, of iets wat je in moet spuiten, of het doet het anaal in je, een raket in je reet. Welke badges waren dat? Een badge, dat is een productieeenheid. Een partij op zijn Nederlands. Die farmaceuten, die produceren hun materialen niet. Dus één pilletje, dat is het ene pilletje hebben we vandaag gemaakt met z'n zevenen. Nee, dat wil ik niet. Die pillen die worden geproduceerd in batches, in partijen. En die partijen die krijgen een nummer. En wat wij willen weten is per burgerservice nummer hoeveel milligram van welke badge en op welke datum dat is toegediend. Dat willen we weten. En vervolgens van het CBS willen wij de sterftecijfers met BSN-nummers
burgerservice nummers. En dan doe je een Kruskal-Wallis analysis. Een multivariate analyse. En dan kan je er ook nog achter komen van, jeetje, ja, nee, maar als je dus de tweede prikken van Moderna hebt gehad, hè, op zich is dat niet erg, hè, maar als je dan die derde booster daarna krijgt van Pfizer, nou, die gaan allemaal dood. En dan moet je zelf ontdekken. Maar het lare met die stomme Agnes Kant. Nee, de mensen, als mensen vervelend vinden, dan moeten ze maar bellen met een servicenummer. En dan zijn er 30.000 wachtende voor u. En dan geven ze het maar door. En als ze allemaal lopen een beetje te fantaseren, dan keuren we het af. Halleluja. Halleluja. Agnes Kant mag weg, wat mij betreft. Oh, naar Roemenië. Een bosrijk gebied met waterpartijen. En eendjes. En ganzen. Dat soort mensen hebben wij niet nodig. Landelijke registratie bijwerkingen. Dat moet je zelf doen. Want onze overheid heeft alle gegevens. Wij horen. Ik weet niet of het zo is. De laatste keer dat ik getest ben. Dat was een test dan weliswaar alleen maar. Maar dat was een buitenlandse gozer. Die zei, ja, ga maar daar zitten. En ik vraag me af hoe die het doet. Ik kan niet eens fatsoenlijk Nederlands. Laat staan dat hij een grapje kan maken. Zo'n bloedserieus persoon. Maar laten we hopen dat iedereen, dat Erik, die heeft ook een burgerservice nummer. En die badge nummers die hij gekregen heeft, is dat bekend? En je bent er zo achter. Kruskal. K-R-U-S-K-A-L-L streepje Wallis. Willem, Alexander, Leo, Leo, Isaac, Simon. Een parametervrije test. En dan ben je er zo achter. Of er een correlatie is. Tussen de inname van bepaalde goederen uit bepaalde batchnummers en het vroegtijdig overlijden. En zeker andere dingen. En mensen die ingespoten zijn, gaan ze sneller dood, gaan ze vaker naar de dokter dan mensen die niet ingespoten zijn. Dat kan je zelf uitzoeken. Jij droge kut van een Agnes Kant. Nee, nee, nee. We gaan een rookgordijn opwerpen. En mensen moeten het zelf maar melden. Walgelijk. Angst is blasfemisch. En wij dienen geen angst te kennen om Agnes Kant een enorme trap onder de hol te geven. En dat ze oprot. Ja, maar dan wil Agnes Kant wil Hugo de Jonge graag mee. Oh, geen probleem. Bye bye. Dacht ik. Nou, en met al deze leuke dingen. Dat angst, dat is blasfemisch. Dat is godslasterlijk. Oh ja, nog even over in het winkelcentrum. Ik ben buurtconciërge. En daar werkt Simone, die is dan de uitbater. En die heeft een hulp en die heet Frits. En we zaten een beetje te geinen. En toen zei Simone tegen Frits. Hem, dat was ik, hè, maak je de pis niet lauw. Dat dacht ik ook, ja.
Hij zat gewoon te geinen, man. Hij gewoon een beetje te geinen. En Simone zat ook te geinen. Dat mag toch? Ja. Oké, het is maandag. Maar je mag toch wel een beetje lopen geinen. En ik had de andere krant gekocht. En een pakje zware check. En twee pakjes van die Risla blauw. Van die dunne. Van die lekkere dunne flow. En als je daar 5 pakjes zware check koopt, dan krijg je er een aansteker bij. Maar die aanstekers, die doen pijn aan mijn duimen. Dat zijn van die, ja. Ik heb liever zo'n aansteker met zo'n rolletje. Weet je? En dan krijg je zo'n pijn aan je rechter. Ik ben rechts. Dan krijg je zo'n pijn aan je rechter duim. Dat wieletje. Eigenlijk moet je daar een handschoentje bij krijgen. Of een soort pleister of zo. Ik heb liever zo'n indruk. Met zo'n piezo-elektrisch element. In plaats dat je met een vuursteentje werkt en Ik ben meer een piezo-elektrische roker. Toch beter. Ja, piezo-elektrisch, je hoeft alleen maar druk uit te oefenen. En dan schiet hij aan. Piezo elektrisch element. Under pressure. Ja, zonder geintje. Zonder geintje is het zo dat mijn liefde voor jullie behelst en beheerst mijn leven. Maakt me niet uit of je een Turk bent of een kut Marokkaan. Persoonlijk vind ik de kut Marokkanen. De Marokkanen met een kut, hè? Ja, vind ik wel wat. Echt allemaal. Jeetje, wat een lekkere lijf. Maar ook andere wijf, hoor. Ik ben all inclusive. Ook als het gaat om kut. Dus baarmoeder. Baarmoeder Marokkanen. Ik kan me voorstellen dat ik heel veel geld krijg. En dan toch een Marokkaanse. Niet voor de seks hoor, maar voor het prestige. Kijk, seks, dat heb ik niet meer nodig. Maar kijk, dat is. Dat is een mooie Marokkaanse naam. Lalila, bijvoorbeeld. Maakt me niet uit, het is maar een beetje loensens. En dan met die Marokkaanse vrouw naar Casablanca. En dat gaat ze pijn doen. En die katholieke kerk met de U van Utrecht. Dat ik in Casablanca zit. Met een Marokkaanse. Die zijn mooi lang, jongen. Mooie schedels. En ik denk als je er. Ja, goed, ik denk wel vaker dingen en daar heb je dan helemaal nooit wat aan. En dit zal ook alweer zo'n onhoudbaar plan zijn. Maar het is toch leuk om eraan te denken.
Ik. En een kut Marokkaan. Hey, dag liefjes. Niet bang zijn. Stop met treuren. Sta op. Ja, wat noem ik van goede tips? ga janken en blijf in bed liggen. En dat je daar een beetje de balans tussen vindt, hè? Met yin en yang. Voor een goede huilbaan. Het kan helpen. Jij hebt je eigen morele wet in jou. Heb jij die overtreden? Ik denk het wel. Is dat erg? Nee. Jij bent verdorie Superman niet. Dus stel je eigen doelen niet te hoog. Donald Trump, is die gelukkig? Hillary Clinton, is die gelukkig? Jij, ben jij gelukkig? Daar gaat het om. Mooi hè, pauzes. En kan je voelen dat ik heel veel om je geef, zonder dat ik je adres hoef te weten, of je postcode, gebied. Hier komt muziek, omdat ik zoveel van jullie hou.